Hey, daar ben ik weer. Een week geleden hebben we 10 cent in een glas met azijn gelegd. De vraag was natuurlijk of er wat zou gaan gebeuren en zo ja, wat. Iets met de 10 cent, iets met het glas of helemaal niks. Zoals jullie zien is de 10 cent helemaal donker geworden. Maar waar de azijn in het glas nu is verdampt, zien we een soort kristallen van blauw. Er is dus wel degelijk iets gebeurd. Maar wat is er nou gebeurd? Nou, hoe komt het nou dat die blauw-groenkleurige kristallen achterblijven in jouw glas en dat jouw munt helemaal verkleurd is? Dat komt door het volgende. Doordat je de azijn en het koper uit de munt bij elkaar hebt, ontstaat er een nieuwe stof. Deze stof heet koperacetaat. Maar doordat je de azijn laat verdampen, gaat de azijn weg. Het koperacetaat blijft. Daardoor ontstaan die mooie kristallen op jouw glas, maar ook de verkleuring van jouw munt. Baal je nou onwijs dat jouw munt vies is geworden? Blijf dan nog even kijken. Ik heb nog een klein proefje waarmee we gaan proberen de munt schoon te maken met ketchup. Dat zie je in het volgende stukje. Als je met diezelfde 10 cent nog een proefje wil doen, pak je nu een fles ketchup, met toestemming uiteraard. Je doet wat ketchup onder in het glas. Je doet het muntje van 10 cent er weer in. Oh, ik doe nog een beetje ketchup erbovenop. En dan gaan we eens even kijken of we wellicht op deze manier 10 cent weer schoon kunnen krijgen. Laat het even een half uurtje bij je staan en dan ben ik weer bij je terug. Nou, dan gaan we eens even kijken of onze munt weer een beetje schoon is geworden. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat hij helemaal schoon is, maar hij zal als het goed is een stuk schoner moeten zijn dan net. Ik spoel het eventjes weg met water. Je kunt de ketchup niet meer gebruiken om op te eten, dus dat geeft niet. Even kijken of ik hem uit het glas krijg. Nou, kijk, zoals je ziet is hij nog niet helemaal schoon. Maar hij is toch alweer een stuk schoner dan dat hij net in dat glas was. Misschien als je hem nog wat langer in de ketchup laat liggen, dat hij wel helemaal schoon wordt. Maar dat zou je zelf nog even kunnen proberen. Leuk dat je mee hebt gedaan met dit proefje. En ik zie je de volgende keer weer terug. Doei!